Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video, jongens. Jullie hebben vanochtend kunnen zien dat we hebben geshopt bij de Lidl. Dat was natuurlijk nog niet de hele stoke video, want hier beneden ligt alles wat je bij de Lidl kan kopen dit jaar. Van crackling shots tot knetterlinten, tot aan een volgens mij vernieuwde knettervulkanen. Yes. Althans, die heb ik nog nooit gehad van de Lidl. Dat zijn nieuw, ja. Dus we gaan alles afsteken wat de Lidl heeft. Het is nog erg vroeg, maar... trouwens, dit is ook interessant, hè. Billy crackers, 100 stuks. Die gaan we ook even goed afsteken in deze video. Gewoon alles wat we hier hebben gaan we afsteken. Is dat de afspraak? Yes. Dat hele pakket, jongens. Het fontein pack 7 delen. Je hebt die andere aansteker, hè? We hebben er een soort van... Fonteinenpakket? Even kijken. 3, ja, ja. 2, 1. Ja, kom maar. Nou, we gaan. Zo. Ja, gaaf. Hey, die verrast me ook, hoor. Ja, was die 7 euro? Ja, toch, zoiets. En alles in één keer? Nee. Nog twee. Ja, ga maar. Yeah. Yes. Hele pakketje in één keer. Zo. Geen slecht pakket, moet ik eerlijk zeggen. Fountain Pack XL, jongens. Ik ga ervan uit dat dat het pakket is van daarnet. Van die. Maar dan XL, meerdere dingen. Gaan we ook even proberen, toch? Alles in één keer. Yeah. Wat die gaat lukken overigens, maar... We doen ons best, hè? Zo, lontjes eruit. Ja, jongens, we hebben de Fountain Pack XL even volgestopt met knetterlinten. Steek jij deze kant aan, dan doe ik deze wel. Ja, maar dit is een kut aansteken. Let's go. Zie je? Ik ben benieuwd. Ja, ik ook. Is het lukt. Zo. Eentje? Nou, dat is wel weer zo jammer, man. Altijd zo, hè? Dat is wel weer zuur. Dat gaat toch nergens over hoe hard dat is? Pakkat 1. Het volgende pakket, jongens. Street Boss. Hier ben ik ook benieuwd naar. Want er zitten luchthuilers in, knetterlinten in. Jullie kijkers? Pilly crackers, nog meer knetterlinten. Oh, mijn pilly crackers. Wat is dit? Knalerwten, die laten we bij de action liggen. Deze, nog pilly meer. Crackers. Disco flash. Die zijn wel lachen. Nou, dan gaan we gewoon even doorstoken. Grombloemetjes ook, joh. Nog meer. Hoe duur was deze dan? Het zit wel veel mij, ik denk 8 euro zo. Zoiets inderdaad. Knalerwten hoeven we niet, zoals ik al zei. Nou, waar beginnen we? Luchthuilers? Ja, lachen. Doe je een torch even gegeven? Nee, hè? Zit hij aan een stokje, denk je? Ja, die zit aan een stokje. Zie ik dit? Wit ook gewoon. Lidl, luchtveiligjes. Ben benieuwd, man. Zoals gewoonlijk. Ja, echt niet die van Funke in ieder geval. Maar ze komen, hoor. Er is wel politie. De politie? Door, hup, hup. Ja, sommige vliegen wel even. Ik noem het water. Oh ja, zo. Zei je het al? Luchthuilers van Leslie doen dat niet. Nee. Maar die zijn ook beter, die van Leslie. Zo dan. Hier, zonder stokje, wat doen die? Funke. Oké, het volgende wat we hebben, pilly crackers uit het pakket. Ja, gaan we in één keer doen. Echt, hè? Steek er maar eentje aan in de hoekie en weg ben je gek. Oh. Lachen.
Disco Flash. Flashing Demons, toch? Diamond. Ah. Ja, Demons waren er ook, ja. Klopt. Dit zijn kut dingen. Gewoon mini-stroboscoopjes, joh. Zo! Hé, hey, waar ik ook naar benieuwd ben. Hoe zijn de knetterlinten uit dat pakket? Gewoon doen, in één keer. Ja, maar even kijken hoe... Misschien zijn ze namelijk langer. Denk het niet, maar... Nop. Ah, gaan we in één keer doen, joh. Tuurlijk. Zo kut. Een rookpotje. Kijk, en die groenbloemetjes uit dat pakket zijn ook heel erg klein. Heel raar. Oh nee, jawel, dit zijn kleinere. Ja, dit zijn echt... Een slagje. Zo, dat rook wel lekker door. Ik zou zeggen, van de intratuin, oftewel vuurwerkbunker.nl zijn de groenbloemen het best. Yes. Hier met knetteren, hè? Zijn lachen. Allereerst jongens, de knettervulkanen. Hebben we al net al eentje van getest. Jullie hebben het in de video kunnen zien vanochtend. Dat is wel goed, hè? Die zijn wel goed, man. Yes. Kijk, zet even rechtop. Hoppa. Gaan we weer, hè? Gaat goed, hoor. Alleen komen er heel veel vonken af, man. Yes. Hier, doe ook even een deze. Deze. Lekker rook hier. We hebben ook de knetterlinten. Die we gelijk even gaan testen. Ik ga niet een heel pakje doen. Jawel, maar eerst even zo. Anders, hè? Nee. Zo. Ze zeiden dat er iets wat titanium bij zou zitten, maar ik zie het niet, man. Of ik ben blind, maar... Ander badge of zo. Wacht even. Zo, even... Zo, zo dan! Ja, hey, weet je waarom dat kwam? Nou. Ik raakte dat snel om. Ja, nee hoor. Dit gaat gewoon hoor. Ja, dat wel, maar. Crackling shot, jongens. Crackling. Die zijn ook anders. Doe maar even hieronder. Ja, juist. Zag je? Aha. Zo. Weet je wat ik zeg? Nou? Exekring ervan. Oké. Nou, we steken hem even af met een... torch. Ja, een torch of zo heet dat. Ja. Yeah. Yes, ga maar. Ziek. Is alles afgegaan? Steek even dat pak even nog voor de rest dan. Alles is afgegaan, steek even dat pak. Ja joh. Filikrakker. Even dat. Alles gaat nu. Ja, alleen gaat nu wel dat ding in de fik, man. Is de fountain pack. Zevendelig. Zevendelig, 5 euro of zo? Ja, zoiets. Het zou me niks verbazen als het een tientje is. Klopt, en deze zijn best goed. Ja, die knetter. Hoe heet dat? Zo. Leef, hè? Jan, er gaat kut, man. Wat is... Ja, dat weet ik niet. Stroboscoopje, man. Maar die gaat knetteren zo, let op. Met een torch. Yes. Ziek, alles. Zo dan. Hij had niet veel.
ziek hoor, deze. Is wel lachen. Ja, dat pakket is wel goed, man. Ja, hè? Ja, jongens, dat was de stookvideo voor vandaag. We zijn bij de Lidl geweest, hebben alles gehaald wat je daar kan krijgen. Wel met moeite, want ik weet dat ik echt lang niet de enige ben. Een paar jaar geleden ben ik degene die als eerste bij de Aldi stond, 's ochtends. Toen stond er nog niemand. Dat was 2015, denk ik. 2014, toen ze net begonnen. En als je nu kijkt, 's ochtends bij de Lidl om 8 uur staat er gewoon een rij. Alles weg, knetterlinten, mensen halen hele kartonnen, wat ik ook begrijp. Maar ja, dat zelf ook gedaan. Precies, ik zou het zelf ook gedaan hebben. Wij hebben niet zo heel veel knetterlinten, we wachten ook op de Aldi. En ik wilde even kijken of de knetterlinten van de Lidl misschien wel zachter of harder zijn dan de Aldi. Dus als we nu een vestiging weten waar we ook nog meer knetterlinten kunnen halen, laat het weten in deze video, want dan gaan we daar direct naartoe om het te halen. Ik bedank jullie voor het kijken. Morgen om 12 uur gewoon weer een nieuwe video.